welkom bij Oetel TV op TV 73, de zender voor heel Oeteldonk. Natuurlijk, tijdens de Oeteldonkse dagen kunnen we ons verwachten dat we overal weer met onze neus bovenop staan. En we gaan natuurlijk kijken bij de bouwers, want hier gaat het allemaal gebeuren. Die prachtige mooie dagen die hier al maandenlang bezig zijn in de Oeteldonkse bouwhal. Praalwagens die hier gemaakt worden, mensen die volop aan het schilderen zijn. Het is één groot spektakel van creativiteit. Op de achtergrond de peer, de Oeteldonkse koetsen. En wij gaan natuurlijk even kijken wat er hier allemaal te beleven valt. Ondersteund door een aantal leuke muziekjes in Oetel TV. Het hele jaar dan zit ik bij mevrouw onder de plak. Dan denk ik wel eens hou eens op, want ik word knettergek. Maar in een keer per jaar, dan kent ze in de boom. Dan bel ik me de maat en dan doen we het gewoon. Je moet 3 dagen even niks meer aan me vragen. Dan ben ik de liefste vrouw. Maar deze dagen moet je echt niets aan me vragen. Je moet niet mouwen aan mijn top. Wat ik gespaard heb, maak ik op. Het hele jaar dan zet ik aan, doe dit en doe eens dat. Begrepte dan dat ik het na zo'n jaar weer heb gehad. De blind is buiten zin, de 3 dagen flink een keer. En ik zal me vast verklappen, volgend jaar doen we het weer. Je moet 3 dagen even niets meer aan me vragen. Het hele jaar ben ik van jou. Dan ben ik de liefste vrouw. Maar deze dagen moet je echt niets aan me vragen. Je moet niet mouwen aan mijn kop. Wat ik gespaard heb, maak ik op. We werden toch lekker creatief bezig, Keit. Ja, dat probeer ik, ja. Ik ben de ogen aan het maken, of de wenkbrauwen. Nee, ik ben zijn vlekken aan het maken. Zijn vlekken, waar is er een koei? Ja, dat kan je toch wel zien. Ja, ik zie het ook wel, ja. Maar nou, het is meer een stier eigenlijk. Ja, eigenlijk wel, hè. Maar wij vinden het leuk. Wat gaat het nou worden? Van wie zijn jullie? Wij zijn van de Kepkes uit Rosmalen. Oké. Okay. En in Zandhazendorp. Met deze wagen? Ja. Ja, inderdaad. En dan, oké. Okay. En wat is het thema?
al 55 jaar gelukkig met elkaar. En we hebben dan koeien of stieren ermee te maken? Dat vonden wij dus heel moeilijk. Dus wij hadden eigenlijk zoiets van, wij halen geen stier. Wij houden geen oude koeien uit de sloot, wij kijken vooruit. Oké, okay. Nou, je bent in ieder geval lekker bezig. Zij deden met die kwast net zo, hè? Je spetterde mij bijna om. Dat deed ik expres. Serieus? Maar wel, heel kreeg. Wie heeft deze gebouwd? Wie heeft de wagen bedacht, ontworpen? Het idee komt eigenlijk vanuit onze hele groep. En dan maak ik het ontwerp. En dan... Je hebt het ontworpen? Ja, ik heb de tekening gemaakt, ja. Maar hoe gaat het dan? Getekend en dan komt hij uiteindelijk op papier te staan. Dat is dan plat, hè? Dat is geen driedimensionaal. Nee, maar dan, ja. Maar dan moet het toch gaan gebeuren. Ben je tevreden over wat de mensen hebben gebouwd? Ja, ik word steeds enthousiaster eigenlijk, als je dat zo ziet. Ja, echt heel erg leuk. En ik heb ook gegaast dit jaar, heel veel koeienkoppen gegaast. Dus voor mij is ook... Is dat moeilijk? Heb je daar ook weer van iemand moeten leren? Ja, maar sta ik toch hoog? Ja, daar komt ik zo op in de trap. Koningin. Op het bordes. Koningin Angelique. Ja. Klinkt wel, of niet? Dat klinkt heel goed, dat klinkt heel goed. Kijk, zij zit zelf op de knieën. Zit ze gewoon de kin van de stier. Oh, kijk toch eens. Nee, dat zijn stieren, die hebben horens. Koeien hebben ook horens. Koeien hebben niet zo groot. Zijn het koeien dan? Koeien bij ons in de club zitten en die weet precies hoe de koe eruit ziet. Oké. Okay. Oh ja, ik heb ze een juin nog niet gezien. Nee, goed. Zijn uiers. Ja, goed zoeken. Oh, wacht even. We gaan even kijken. Kom even mee naar de wagen. Kijk, hij gaat ook bewegen. Ik zal er niet al te veel aan doen, want daar valt hij in elkaar. Oh. Hij is wel goed gelast, hoor. Hij is wel goed gelast, hoor ik. Nou, geweldig. Ja, nou echt Zandhazendurp, jongens. Deze komt bij jullie natuurlijk ook voorbij. En ze bouwen gebroedelijk samen natuurlijk in de bouwhal van de Oeteldonksclub. En dat is mooi. Dat moet ook. Dat moet ook. Ja, een beetje natuurlijk op dezelfde plek de kanshebbers van elk jaar. Nou weet je, iedereen heeft natuurlijk zijn kans. Maar er zijn een aantal clubs die er dan een beetje bovenuit springen. Misschien mag ik dat niet zeggen, maar dat doe ik toch. De carnavalsvereniging Nooit op Tijd Thuis. De NOT. Voorheen naar oude tijden terug, NOTT, opgericht op 16 maart 1946. En het ontwerp wat we hier achter zien, dat is van Wilfred Alberts. Het thema natuurlijk van Oeteldonk dit jaar is Oeteldonk binnenste buiten. En als we dan kijken naar de wagen zoals die uiteindelijk moet worden, dan zien we hem hier terug. En er is dus eigenlijk niemand op dit moment aan het bouwen hier, maar ik kan hem wel alvast een stukje laten zien. Kijk. Alle afmetingen staan erbij. Zo wordt die dus gecreëerd. En hier mogen dus de bouwers op hun eigen manier invulling aan gegeven. En daar zien we ook terugkomen. De voorkant, dat zijn dus aan de franjes te zien al. De sjaals die opgekruld uit de mond van de kikker komen. Uit het bekske van de kikker komen. En Oeteldonk haalt het binnenste naar buiten toe. Dus dat schijnt dan toch eigenlijk dat er straks uit... de mond van de oetel, uit de mond van de kikker, het een en ander naar buiten gaat komen. En dat is ook zo, want bij alle Oeteldonks komt er, ze nemen natuurlijk ook heel veel in, maar er gaat ook heel veel naar buiten toe. In de zin van lekker flauwekul, lekker een beetje brooien met elkaar, maar ook natuurlijk lekker meezingen met de muziekjes die in onze prachtig mooi dorp tijdens de Oeteldonk rond gaan lopen. Kijk even mee alvast naar een korte impressie van hoe ver de NOT op dit moment is. Morgens in de kroeg, ik dacht dat ik achterover sloeg. Wat een lekker ding ben jij, en je hebt zo'n lekker kindje. Ik zag dus morgens in de kroeg, ik dacht dat ik achterover sloeg. Zie je daar op dat lekker mesje staan? Ze een verrekkers mooi strak bloesje aan, met haar blonde lok en blauwe ogen. Nog zo'n lekker ding heb lang gezocht. Wat lekker ding ben jij, en je hebt zo'n lekker kindje. Mijn Oeteldonk, je bent de zin van mijn bestaan. Waar zegt uw maat nou? Wel lachen, hè? Ja. Wel lachen. Kijk, hij ligt zelf helemaal in zelf kat hij er tussenuit. Hey, je bent lekker bezig. Ja, want over een paar weken is het alweer open dag, hè, in de bouwhal.
Ja. 1 en 2 februari voor de mensen die nu zitten te kijken. Zaterdag 1, zondag 2 februari. Open dag in de bouwhal. Natuurlijk is TV 73, Oetel TV moet ik zeggen, er ook bij. Hey, voor mekaar, de vaste gasten in de optocht van Oeteldonk. Natuurlijk is het thema ook binnenste buiten. Mm-hmm. Hoe moet ik jullie wagen nou zien? Wat komt er nou van binnen naar buiten toe straks? Ik wil een eerbetoon geven aan dan de kikvorsen. Oh? Want de kikvorsen gaan de hele wereld over, maar komen uiteindelijk toch wel weer terug in ons mooie pronkje, Wil. Oh, dat vind ik wel heel gaaf. En zo heb ik het thema opgepakt. Het thema is natuurlijk binnenste buiten. Ja, het is een keuze van de kikvorsen is niet gevallen omdat er misschien een leuk clubje is, maar omdat het natuurlijk de hofkapel is. Ja, het is de hofkapel van de prins natuurlijk. En ik vind dat die, ondanks dat die heel de wereld overgaan als vertegenwoordiger van ons Oeteldonk, ja, vind ik dat ze wel even een extra plekje mogen. Nou zitten er wel een paar te kijken die stijgen uit de stoel, hè? Ja, dat mogen ze ook. Betty van den Heuvel, hè? Betty van den Heuvel die veert nou gewoon omhoog. Hé jongen, hey! Wat zien we hier? Ja, natuurlijk de Oetel die gaan bouwen bent. Achterop zie je de dirigent als kikker van de kikvossen. Die krijgt ook zo'n gek bolhoedje op. Het bolhoedje komt wel ergens nog op de wagen, maar niet op de kikker zelf. Want daar was in verband met de hoogte wordt daar net iets... Ja, want hoe hoog wordt deze wagen? Want wie heeft deze bedacht? Wie heeft deze getekend? Ik. Echt waar? Ja, zeker. Oh, dat is ook toevallig. Ik spreek net Angelique daar uit Rosmalen. Je had hem ontworpen. Oké, en vanaf... want dan heb ik ook een tekening hier liggen. Ja, zeker. Zullen we die eens even kijken? Ja. Zoals ik zeg maar net al zei, hierachter zie je dan kikvors. De dirigent van de kikvorsen, die duwt eigenlijk de kikvorsbus... De nubbeldekker, nou zie ik het, ja. De nubbeldekker weer terug het dorp in. Dit moet de oude stadspoort voorstellen van Den Bosch. En die, daar knalt hij eigenlijk mee naar binnen, waar de peer en de prins hun begroeten. Ja, het is dat Italië, Duitsland, Israël, Canada, maar ze zijn ook in China geweest, hoor. Ja, klopt. Ja, wat leuk, hè? Ja, voor elkaar. Ja, mooi. Dit is jouw ontwerp ook, hè, Robbie Bertens. Ik vind het geweldig. Wat gaat hij met zo'n tekening gebeuren? Gaat hij inlijsten? Ja, ik ga hem zelf sowieso inlijsten en hij wordt overhandigd aan de jury zelf. Heel erg creatief. Erg mooi. Ja, hier zullen ze van groeien. Mooi man. Hey, je bent op schema met de wagen? Op zich wel. Of is er hier een van deze mensen die niet hard genoeg doorwerken? Zeg het maar, hè. Want aan mij zal het niet liggen. Nee, je bent flink bezig. Ja, het best. Met wie ben je bezig? Dit is de prins. Dus de hele beleiding vandaag eventjes in gang gezet. Originele kleuren? De originele kleuren. We proberen in ieder geval zo dicht mogelijk bij de originele kleuren te komen. Echt 100% komen we daar nooit helemaal in de buurt. Maar we doen ons best. Maar eventjes een strikvraag. We hebben het nou over een Amadeiro de... 28, als het me niet vergis. Oeh! 26. Ja, natuurlijk. Het dubbele van 13 is een geluksgetal. 2 keer 13 is 26. Ah, maakt niet uit, jongen. Hè? Het is pas 2020, hè? Het is geen 2036, hoor. Dan weet je al dat hij de komende 2 jaar nog mee moet. Ja, hij moet gewoon nog mee. Hé, hey, Robbie, erg leuk. Erg leuk. We gaan het volgen. We komen terug met de open dag. Zeker. En dan gaan we kijken hoe we gevorderd zijn. Ja. Met hoeveel man ben je aan het bouwen? Pak een beet 5-6 man, zoiets. Ja, er zit wel heel veel uren in, hè? Ja, vaste mensen 5 à 6. Voorlopig liggen zelf op knieën staan aan de onderkant. Ja. Hey Nancy, iedereen heeft zo'n beetje dezelfde bijdrage. Hè? De een die staat te schilderen, jij bent een beetje bezig, misschien voor een bakje koffie, een beetje aan het opruimen. Nee, ik ben nu echt het wit aan het snijden, zodat ze gewoon ook wit voorraad blijven houden. Oh, wacht even. Dus het witte wat we zien, dat is... Oh, dat is al wit. Dat hoeft niet geschilderd te worden. Jawel, dan moet juist ook overheen geschilderd worden. Wat u hier ziet, is gewoon het wit wat over de kranten gaat. Ja, maar de ondergrond is... Moet nog overheen geschilderd. Oh, dat is dit. Ja. Dit zijn de repen, die worden er dan opgeplakt. En ook wel in kleinere repen verdeeld. Om goede bochtjes te kunnen maken en zo. Ja. En dan wordt naderhand, zoals u ziet, gewoon nog overheen geverfd. Precies, want dit is natuurlijk, want op een krant is het een beetje lastig om te verven. Dus dit gaat over de krant heen. Ja. En dan heb je eigenlijk gewoon een soort schildersdoek. Daar komt het op neer. En dan gaat het met de kleuren beginnen. Klopt. Ja. Ook het witte gedeelte wordt met wit beschilderd. Omdat je anders een oneffenheid krijgt. Dan zie je de papier, de overloop van het papier zie je dan. Daarom wordt het ook nog eens een keer wit. De witte vlakken worden ook nog eens een keer wit geschilderd. Oké. Okay. Wij gaan weer feesten in de stad. Wij gaan gezellig weer op pad.
maar nat. Wij samen nemen het ervan. Wij feesten de zo lang het kan. Als het moet donker, ja, daar zijn wij van plan. Heel het jaar hard werken, geen tijd meer voor elkaar. En door al die zorgen, de handen in het haar. Maar dan komt de redding, dat maakt ons leven mooi. Dan kan alles even uit de plooi. Wij gaan weer feesten in de stad. Wij gaan gezellig weer op pad. Als het moet al donker, dus nat toe, borst maar nat. Wij samen nemen het ervan. Wij feesten de zolang het kan. Als het moet al donker, ja, daar zijn wij van plan. Oeteldonk is rijkdom, al het begin de cent. Kijk eens om hoe heen, geniet van het moment. Laat toe goed verwennen en leef gewoon voor twee. Dus wie God gezellig met ons mee. Wij gaan weer feesten in de stad. Wij gaan gezellig weer op pad. Als het moet al donker, dus nat toe, borst maar nat. Wij samen nemen het ervan. Wij feesten de zolang het kan. Als het moet al donker, ja, daar zijn wij van plan. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Hey! Wij gaan weer feesten in de stad. Wij gaan gezellig weer op pad. Als het doet al donker, dus mag toe, borst maar nat. Wij samen nemen het ervan. Wij feesten de zolang het kan. Als het doet al donker, ja, daar zijn wij van plan. Ja, ik ben hier toch ook wel... Maar dan eigenlijk zeggen als Oeteldonker dat je toch wel voor bepaalde clubs een zwak hebt? Ja, ik denk het wel. Ik heb wel een zwak voor de Krefkes. Ja, dat dacht ik wel. Ja, echt. Dus elk jaar is het echt supergezellig natuurlijk in jullie wagentje. Ja, dat klopt. Maar ik zeg al, wij mogen van over de belangstelling mogen wij niet klagen. Want ja, iedereen die hier bij ons wagen komt kijken, is altijd vol lof. Worden hier ook altijd ontvangen. Met een Maxi Koffie of met een borreltje of even. Oh, nou, ik heb nog niks... Niks gehad, maar dat komt nog wel. Oh. Zeg, dat doen we dadelijk wel, ja. Maar je bent nou, het gazen is gebeurd. Ja, lassen is, hè, dan het gazen. En lassen? Ja, we beginnen met lassen, dus het frame wordt gelast, hè, en dan wordt de vorm wordt gegeven door het gaas. En dan komt dus de tape eroverheen en dan gaan de eerste kranten eroverheen. En dan komen we dus met wit... En dat is gewoon behangensplaksel? Dat is gewoon behangensplaksel, ja. Dus je bent eigenlijk in de plakket vandaag? Achter de plakket, ja. Oké. En mijn vrouw die moet dan altijd wassen, want alles staat stijf, hè. Eindelijk. Eindelijk. Dat is lang geleden. Ja, dat zeg jij ze zelf maar. De Peer en de Kees. Drekken en Dien uit het moeras. Even in grote lijnen. Ja. Ja. Hier hebben we de kikkers met de instrumenten allemaal. Ja. En dan hebben we hier de kraan. Die gaat dadelijk op en neer om hen Dien erin en eruit te halen. Oké, ik zal hem eventjes voorzichtig vasthouden. Kijk er maar eens even mee. Je ziet dat de Kees, die houdt de kraan vast. Die houdt de kraan vast. Die gaat een beetje mee omhoog. Dat is een beetje spulsmanneken ook. Ja. En de Kees, of de Peer... Eerst eigenlijk de man die achter het stuur zit en die dus de hendels bedient om hem omhoog te doen en naar beneden. Ik vroeg me eigenlijk af, hè. Ik probeer achter een lichtelijk raadseltje te komen. Hendrien, ja. De huishoudster van de Peer. Dat zouden die elkaar nou ook misschien wel leuk vinden? Ik denk het van wel. Zouden ze ook af en toe... Om de 4 jaar moeten zij... Ja, maar zij gunt hem natuurlijk wel zijn vrijheid. Ja. Maar zouden ze af en toe elkaar een kusje geven, denk je? Misschien zien we het wel op een carnaval. Je weet het niet, hè? Nee, je weet het niet, hè?
Zou wel mooi zijn, hè? Zo'n eeuwigdurende cliffhanger. Het staat wel met carnaval, naast Knillers. Ja, 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 ja. Dus ik denk dat de verhouding met Knillers en Hendrien meer is dan met de Peer. Ja, dat is de nou het zegt, ja. Ja, 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 ja. Zou kunnen, ja. Ja. Ach, we moeten er gewoon maar gewoon over blijven mijmeren. Hè? Maar je kunt het toch niet doen. Mooi, man. Oh, nee, toch zeker. Ja. En heerlijk. Dat is... Drankje. Wij vinden het gewoon heerlijk. Niet te veel, maar gewoon enkele borreltjes te pakken. Hagel en donder. Wat kunnen die eigenlijk halen? Bij verschillende winkels. Ja, want ja. Dit is eigenlijk een brandewijn met een anijssmaakje. Een anijssmaakje. Ja, ik krijg die altijd als we in een optocht. En dan heb ik er al twee op en dan vat er nog in. Nee, vat er nog in. Nee, vat er nog in. Oké. Okay. En dit drankje ook, dan moet je dus... Zullen we het samen doen? Pak er zelf. Ja, Adrie ook eentje. Hier. Adrie, jij ook eentje. En niet misselijk doen, gewoon wel drinken, hè? Maar luister wat ik nu vertel dus. Ja. Dit is eerst een slokje pakken, in het mondje spoelen, ervan genieten en dan laat je hem pas doorzakken. Oké, dus we gaan eerst een klein slokje. Kleintje. Oké, dus nou... En nou laat hem zakken. Voel hem. Ja, lekker. Zo, hij brandt lekker, hè? Ja. Oh, hij brandt zo heerlijk weg. Ja. Dit is hagel en... Donder. Hagel en donder. Anijs brandewijn. Dit zijn moeren of zo, hè? Dit zijn moeren. Die, ja, dat zit eigenlijk op ieder groot wiel natuurlijk, zit er een moer. En ik heb er dus 112 centimeter heb uitgeteld, krijg je een moer zitten met een stukje draadtijnt erop. Dat moet wel echt lijken, ja. Ja. Hey Jan, het gras aan de overkant is altijd groener, hoor. Altijd, daarom heb ik nieuw neergelegd. Ja, Eldorado's. Ja. Bouwer zonder club. Bijna wel, ja. Ik kan het wel stellen, ja. Hoezo dan? Nou, ik ben alleen, ik ben vrijwillig en ik ben helemaal niet bij de club. Meen je dat nou? Ja, dat meen ik. Ik zou nou wel een dag of vier hier alleen, denk ik, in Nederland een beetje te knutselen. Ik vind het wel leuk. Ik doe het al graag. Hé, hey, ik zag het op een afstandje, kwamen zo de hoek om bij de Krapkes. En ik zag die skyline van Den Bosch. Juist. Maar is dat toch geweldig vanuit de Bossenbroek dan, hè? Vanuit de Bossenbroek gezien. Ja, 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 ik had er zelf, het is mijn idee niet, maar ik had zelf wel het oude Parijs van Justitie ertussen gezet in feite. Oh, echt? Ja, zeker. Maar vanuit de Bossenbroek zie jij, de Jacobskerk zie je sowieso wel niet. Ja, laten we het zeggen dat het markante gebouwen zijn, toch, hè? Oké, dat is... Wat gaat er nou mee gebeuren als het voorbij is? Nou, ik heb gehoord dat je misschien met de Vuelta mee doet. Waar is dat? De Vuelta, hè? Je start van de Spaanse wieleronde. Oh, met de wieleronde, ja, ja, tuurlijk. Ja. De andere wagen die staat al in, op de Huitendoor, met de Kruidhoorn ingezeten. Daar staat je al gestald. En bij vorig jaar hadden wij echt een Spaans uiterlijk op de wagens. En die wilden ze dan ook bij hebben. Ja, Eldorado's, hè? Ja. Spaans. Als het goed is, komen hier dan drie wielerrennetjes op te zitten. En die gaan dan zo, die rijden dan zo de bos in. Geweldig. Ja. Wie heeft deze wagen bedacht? Ik denk Willy. Willy Martens, geloof ik, ja. Ja, want dan weet ik het anders ook niet. Je kunt niet alles weten, hè? Nee, maar hoef ook niet. Hé, maar je bent met de gras bezig? Ja, ja, ik ben nou... ja, dus, alleen dit is dan water, hè? Ja, 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 ja. Als ik de Vuelta er is, dan wordt het zwarte pak. Dus je bent eigenlijk een beetje in het achterhoofd al aan het bouwen... Voor de toekomst, nee, dus na carnaval? Eigenlijk niet. Oké. Okay. Daar hebben ze de bossen of de mensen van de Vuelta hebben daar misschien zelf aangevraagd, denk ik, of zoiets van die andere wagen zou ook wel mee kunnen doen in principe. Oh zo, oké. Okay. Okay. Verder weet ik het ook niet, hoor. Ik zou de Skyline wel willen hebben, hoor, als de Vuelta voorbij is. Ja. Dus Eldorado's, als jullie niks met de Skyline doen, zou ik hem alsjeblieft mogen hebben voor op kantoor. Ja, alsjeblieft. Nee, de wagen. Die wagen is geleend of gegeven. Nee, ik hoef alleen maar dat te hebben. Oké, okay, dat kan, maar dan moeten we wel helemaal afzagen. Oh. Dan zit dan aan de wagen vast. Die dingen? Ja, die loopt. Maar dat is toch gewoon, deze is soort Tempex, toch? Nee, dat is echt hout allemaal. Oh, dat is die hout? Die is gewoon al uitgezaagd. Oh ja. Oh, ik dacht dat. Dat is zwaar, hoor, nee, dat ding. Oké, oké. Ze zien er maar weer dat het toch het zicht kan bedriegen. Het is gewoon hout, oké. Okay. Zeg, deed eerst twee schotten zo neergezet en dit is hij gewoon tussen geschoven zo. Oh, zo ja. Ja. Hier word ik
maar in mijn zembakkei. Niemand zal er ooit alleen gevuld door eigen thuis. Wat ik erin, ik boeren kiel, die krijgt er niet naar huis. Ja, toch zit er nou zo'n motorke. En je ziet de as, die ziet er draaien. En die zorgt weer voor de beweging van de pop. De perenplukkers. En ik denk dat Ronnie Meijer hem ontworpen heeft. Dus we gaan even kijken of dat die ook aanwezig is. En als dat zo is, dan vinden we hem wel. Kom maar even mee. De langs. En hier is hij dan. De leningnechte Ronnie Meijer. En je bent weer goed bezig, hè? Ja, met je brusje. Ja, want ja, ik zeg altijd in een optocht dat is typisch een Meijerkleur. Ja, je mag er wel van, hè. Kijk. Nee, maar dat is toch zo, want de kleur, de poppen zoals die van jullie zijn, van de perenplukkers, van de Meijer-ontwerpen, die hebben altijd, ja, dat kunnen je zien. Je ziet er wel wat in terug natuurlijk. Ja. Kijk, dan krijg je toch mee, hè. Ik heb natuurlijk mijn vader Johnny, ja, dan krijg je toch wel mee natuurlijk. Ja. Kijk, daar hou je toch wel door. Ja, zeker weten. Ja, hey, maar je bent verhuisd van de overkant hier naartoe. Ja. Al een paar jaar. Ik heb al overgestoken, ja. Ja. Oké. Ja, zo zeggen, ja. En ja, jullie thema binnenste buiten. Ook weer jouw ontwerp waarschijnlijk? Ja, ik heb hem ook weer mogen ontwerpen, ja. Het is weer een beetje in het motto gespeeld en een beetje, ja, zelf, ja, een beetje wat we zelf bedacht hebben eigenlijk. Ja, en ik zie dat het al flink beweegt aan de achterkant. Ja. Waar is nou heb je de tekening hiervan liggen? Ja, een schets. Dat je dan een beetje kan zien. Nou, zonder echt alles te verklappen, wat gaan we zien in de optocht? Wat gaan we zien? Ja, Oeterdonk binnenste buiten is het motto. En ik heb eigenlijk bedacht, Oeterdonk ontwaakt binnenste buiten. Nou, voorop zien we onze knillers. Ja, als je ontwaakt, ja, begint Oeterdonk te leven eigenlijk. Het is al met Oeterdonkse figuren. Dan heb ik eigenlijk het voor slaapkamer gemaakt, was natuurlijk ontwaken. Allemaal in pyjama. Dus knillers hebben in pyjama, drie pak aan en de kees. Iedereen weet natuurlijk wie daar zijn en doen. We hebben heel groot nachtkastje gemaakt waar de pop ook in staan. En we zeiden ook nog mensen eigenlijk in bedden komen. Dus we hebben heel veel bedden, kussens gemaakt. En alles een beetje terug te laten komen. Een grote lampenkap en een perenplukkerswekker. En aan de achterkant hebben we eigenlijk een heel groot gevelgebouw gemaakt. Die eigenlijk ingestort is bij de prul, zou ik maar zeggen. Die maken we weer terug, weer heel. Op de Oeterdonkse manier. En natuurlijk, Henderien moet niet ontbreken, schrikkeljaar. En Prins Natje Dant komt als spin terug. Ook meer in de kleuren. Ja. Het is een beetje het geintje, een beetje komen nestelen hier eigenlijk. Ja, dat weer, ja, nieuwe prins. Oh ja. En Hendring, ja, die doet de was uitslaan, hè, binnenste buiten. Bam.
Dus ja, daar heb je het motto mee teruggevonden. Ja, geweldig, geweldig. Hoe ver ben je op schema? Ja, goed. We hebben nog kijken een paar weken nog. En dan moet het goed komen. Dus zijn dat is open dag, hè? Ja, open dag is over 2 of 3 weken. Ja, 1 en 2 februari. Ja, klopt. Nou, geweldig. Hey, en de loopgroep, lopen die in pyjama? Ja, waarschijnlijk wel. Maar zijn ze aan het kijken hoe ze dat gaan doen, ja. Zo'n mooi schijnend babydolkje. Ja, misschien kussengevecht of zo met het publiek. Oh, dat kan ook. Ja, dat is een goed idee. We gaan er iets verzinnen. Zijn we nog wel mee bezig? Dus dat is nog wel... Ah, kussengevecht. Moet niet alles verklappen, hè? Nee, we hebben niks gezet. Je ziet al veel. Niks durven vertellen, hè? Nee, dat moet je niet doen. Hey, succes, Ronnie. We gaan het volgen. We zijn een paar weken terug met open dag. En dan gaan we kijken hoe ver je bent gevorderd. Ja, we zien er weer een stukje verder, hè? Ja, en wij zijn weer in de volgende week terug natuurlijk met Oetel TV. Blijf elke week kijken. We beginnen nu een week elke week. En daarna wordt het natuurlijk steeds vaker. De hoogtijdagen zijn natuurlijk met Oetel nog. We zijn er overal bij. En dan zien we ook deze wagen van de perenplukkers terugkomen. En ik hoop dat jullie volgende week weer kijken naar Oetel TV. Bedankt en tot de volgende week. Houdoe. Houdoe. Ik had de afkondiging al gedaan, Luc. Maar je bent zo goed bezig. Kun je even zeggen dat we volgende week weer terug zijn? En dat we jou dan volgen? Ja. Zeg maar, volgende week weer Oetel TV. Volgende week weer Oetel TV. Beloof jij dat jij er dan ook bent? Ja. En ga je er dan weer plekken? Ja. Hartstikke goed. Tot de volgende week.